In dit grachtenpand onder Willemskade in Ljouwert zit het kantoor van Ieper Smit. Van achter zijn bureau is hij uitgegroeid tot een succesvol ondernemer. Zo zit ik. Als ik zit wel eens, daar heb je de e-mail. Zo'n iPadje wel mailtjes te beantwoorden of zo. Dat soort dingen. Het interieur voor zijn kantoor ademt voetbal. Of beter zijn, ademt Cambuur. Mark de Vries. Mark de Vries. Mark de Leeuwarder. Precies. Nou, dan zijn we hier in onze vergaderzaal. Sinds 2010 is Ieper Smit belutsen bij de Ljouwerter Voetbalclub. Hij wordt gezien als de grote regisseur van de redding van Cambuur. Cambuur is in 2010 zo goed als failliet en Smit steekt mij twee andere investeerders met elkaar zo'n en hele ton in de club. Het was slechter dan slecht, om het zo maar te zeggen. Als het woord Cambuur niet boven de papieren had gestaan, dan hadden we er gewoon een streep doorheen gezet en de stukken verscheurd. Uiteindelijk wie de club leefde, die had ervoor zorgen dat je met Cambuur IC ging binnen. Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel, ik weet het wel zeker. In 2011 werd Smit voorzitter van de Rier van Commissarissen. Hij had twee doelen verregen. Cambuur moet financieel zoen worden en hij wilde verzorgen dat er een nieuw stadion komt. Het slag het beide. Dat geeft wel een goed gevoel, maar ik had dat wel liever gehad. Moet ik eerlijk zeggen dat ik altijd wel heb gehoopt dat ik als voorzitter dat stadion mocht openen. En dat zat er sowieso niet in, want dit jaar liep mijn termijn sowieso af. Of eigenlijk na dit hele jaar. En dat is niet gelukt. Ieper Smit is Rjochter of Zee. Een beetje arrogant, maar boven alles een echte Cambuur supporter. En dat laatste zit hem als voorzitter wel eens in het paard. Zo stapte hij naar Arjen van een teleurstellende wedstrijd de kleikamer in om het verhaal te helpen. En als ik merk dat, en zeker in de sport, dat de energie en de beleving op bepaalde sommige momenten ontbreekt, ja, dan heb ik daar wel moeite mee. En dat zeg ik dan ook gewoon. Ja, en dat had je net altijd een tank aan. Nee, maar ze begrepen het geloof ik over het algemeen wel. En nou, een jaar eerder als de bedoeling is, stapt Ieper Smit vrij onverwacht op als voorzitter van Cambuur. Smit wil net over zijn graf heen regeren en net mij discussiëren hoe waard zijn opvolger worden moet. Ik heb toen wel op dat moment gezegd, dan moet je er ook gelijk mee stoppen. En dan moet je de weg vrij maken zonder dat daar discussies over komen waar je dan zelf... Eigenlijk ben je niet onderwerp van het gesprek, maar je moet er dan ook niet meer aan mee willen doen. Althans, dat is mijn mening.